Daar hebben we nu een Europese norm voor gekregen, die is neergelegd in artikel 69. Artikel 69 is een korte en krachtige bepaling waarin staat dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de conclusies, door de claims van een octrooi. Die bepaling moet in alle lidstaten op dezelfde manier worden uitgelegd. Dat gaat niet zo makkelijk, omdat in alle lidstaten aparte tradities heersen over de uitleg van octrooien. Tegenover elkaar heb je de Engelse benadering en aan de andere kant de Duitse benadering. Van de Engelse benadering wordt gezegd dat die erg gericht is op rechtszekerheid en veel waarde hecht aan de woorden van de conclusies. De Duitse benadering is anders. Daar wordt gezocht, althans vroeger, dat heeft inmiddels wel veranderingen ondergaan, naar het wezen van de uitvinding. En daar wilde men bescherming toekennen aan wat achter de woorden van de conclusies besloten ligt. Waarom lukt het nog niet om hetzelfde resultaat te halen? Dat zijn die nationale tradities die doorwerken, dat is één. En twee, we missen een Europese rechter in dit verband die het laatste woord spreekt en die zegt hoe het moet.